dure interventies voorkomen door patiënten met etalagebenen eerst gesuperviseerde looptherapie aan te bieden. Dat is het doel van ClaudicatioNet. Een netwerk waarin vaatchirurgen en fysiotherapeuten samenwerken. Nou ja, bijvoorbeeld, ik mag in mijn terugkoppelingsbrief een advies geven over, denk ik nou dat de looptherapie nog effectief is? Of is een andere interventie misschien, moet dat overwogen worden? En op die manier kunnen we de zorg eigenlijk op elkaar afstemmen en zorgen dat de patiënt de beste zorg krijgt. We hebben gesubsidieerde looptherapie voor etalagebenen in het basispakket gekregen. Voor een groot deel op basis van een budget impact analyse die we gemaakt hebben samen met een zorgverzekeraar. Waarin we aantoonden dat je op jaarbasis zo'n 30 miljoen kunt besparen op het moment dat je stepped care geeft. Dus eerst iemand gesubsidieerde looptherapie aanbiedt en de mensen die daar niet op reageren pas voor een interventie in aanmerking laat komen. Verder kijken? Bekijk dan de volledige video van ClaudicatioNet op demedispecialist.nl/netwerkgeneeskunde.